Wat is de betekenis van Marron Kasiko? Dat was de titel van een lezing verzorgd door André Moses, beeldend kunstenaar en percussionist in restaurant Spice Quest. De lezing is georganiseerd door de werkgroep Yari Fu Kasiko 2017, die dat in samenwerking heeft gedaan met de sociaal-culturele vereniging Kifoko. De bedoeling van de lezing was het maken van een analyse en het ter discussie stellen van de Marron Kasiko. De inleider ging daarbij terug naar de oorsprong van Kasiko. Deze Surinaamse muziekstijl werd pas goed bekend door de band Orchestra Washboard, met als voorzanger Lieve Hugo. Inleider Moses merkte op dat Kasiko-muzikanten in hun hoogtijdagen de wijk namen naar Nederland. Zo ook de formatie de Cosmo Stars, die met hun versie van de Kasiko, de zogenoemde Marron Kasiko, naam maakte. Maar ze hebben wel grote invloed gehad op de Marron jongeren, zegt de inleider. Marron jongeren, muzikanten uit Oost-Suriname en overal in het land, ook in de stad, beïnvloed met de manier hoe zij Kasiko muziek hebben gespeeld. Ze hebben een manier van spelen geïntroduceerd en dat zal heel lang blijven. Ik denk dat die bestuiving nog steeds aan de orde is. Inleider Moses vroeg zich af of het niet discriminerend is als aan Kasiko muziek gemaakt door andere groepen dan de Creolen een andere beschrijving wordt gegeven. Hij zegt dat de Kasiko altijd onderhevig is van verschillende muziekstijlen uit andere culturen. Onder de naam Kasiko, wanneer mensen uit het binnenland dat spelen, wanneer Marrons dat spelen, dat we dat Marron muziek gaan noemen, dan mag je je hand opsteken. Wie wil dat? Dus, als de mensen uit het binnenland, de Marrons, Kasiko maken, Kasiko's muziek spelen, ze beoefenen het, ze presenteren het in de zalen, dan zeg je oké, dan is dat Marron Kasiko. André Moses, cultuurkenner, kunstenaar en percussionist. Hij verzorgde gisteravond in opdracht van de werkgroep Yari Fu Kasiko 2017 de lezing Wat is de betekenis van Marron Kasiko?